Het is bitterkoud op Flevo en IJs, waar het kunstijs bijna echt natuurijs wordt. En dat is natuurlijk op het lijf geschreven van de marathonmannen. Al vroeg in de wedstrijd ontstaat er een kopgroep met daarin een aantal sterke mannen als Bert-Jan van der Veen, Arjen Becker, Martijn Kromkamp, Arjan Smit, Ruud Aarts, René Ruitenberg, Melvin van Zanten en Pieter-Jan van Eck. Die groep houdt het lang vol. Maar uiteindelijk zijn er steeds meer rijders die de oversteek wagen uit het peloton. Sjoerd Huisman is uiteindelijk de snelste. Hij klopt Ingmar Berga en Jochem Uithoven. En neemt bovendien het oranje leiderspak over van de afwezige Bob de Vries. Sjoerd Huisman, een mooie overwinning en het oranje leiderspak. Dat is een goede dag voor je. Ja, maar dan krijg je als de natuurreis er weer aankomt, de kou. Ja, dan word je gewoon een stuk fanatieker en dan vlieg je erin en dan... krijg je en de overwinning en het oranje pak. Perfect. Als je niet uitkijkt, zei je straks nog te boek als natuurreisspecialist. Ja, nou ja, kijk, het is gewoon echt, als het koud begint te worden, dan weet ik niet, krijg je toch wat speciaals. Krijg je al die televisiedingen eromheen en dan wordt in één keer iedereen weer gek. Ja, dat geeft misschien toch wat extra's, want het was echt een lekker sprintje, goede benen. Ja, gewoon een fantastische dag. Er was een kopgroep, die leek een eind weg te komen, maar achter de rug van Marjan Monbarg kwam jij weer terug. Ja, Mompie heeft echt enorm veel werk verricht. Hij heeft me twee ronden voor het einde heeft hij me zo goed als naar de kopgroep gebracht. De laatste jump moest ik dan zelf doen, omdat hij echt al een halve ronde bijna op kop zat. Maar ja, ook Geert-Jan die heeft gas gegeven in de kopgroep de laatste ronde nog. En ze hebben gewoon allemaal volle bak hun best gedaan. En dan krijgen ze nu eindelijk wat ze verdienen. Dat is de oranje leiderspak. Je profiteert daarmee optimaal van de aanwezigheid van Bob de Vries. Een overwinning, dat was precies wat je nodig had om die jump te maken in het klassement. Ja, ik weet niet hoeveel punten, volgens mij had ik er 16 nodig of 15. Nou, ik pak er nu 20.1, dus dat is genoeg. En wie er niet is, kun je er niet verslaan.